ben Hanne en mijn urban craft is het maken van handtassen uit leren jassen. Mijn tassen zijn uniek. Ze zijn gemaakt uit recyclagemateriaal. En ik probeer echt een deel van mijn persoonlijkheid in te brengen. Zodanig dat ze heel speciaal zijn eigenlijk. Ik ben begonnen met de naaimachine van mijn grootmoeder. En de stofjes van mijn moeder, die patchwork deed. En zo ben ik eigenlijk tassen beginnen maken, omdat ik een grote liefde heb voor tassen, voor mode. Dus en ja, die twee kwamen dan samen en dat was de perfecte match. Als ik dan ga beginnen aan zo'n tas, dan ga ik bijvoorbeeld deze stof, die ik gevonden heb in een stofwinkel in Brussel, die ga ik zo combineren. En dan zie je dat leer een heel andere dimensie krijgt. Het komt erop neer dat je heel precies moet werken. Dus details is heel belangrijk. Dus dat elk ding perfect zit. Dat stiksel perfect is. Want eens dat je door dat leer gestikt hebt, is beschadigd. Dus, en dat kost veel energie. Maar als het af is en het klopt, dan worden we wel beloond, zeker en vast. Voilà. Nu is de tas eigenlijk af, constructief. En nu komt het meest magische moment. Dat ik hem ga omdraaien en het resultaat ga zien. Dat wordt heel spannend, want soms is hem niet altijd hoe ik wil dat hem is. Dus ik werk vanuit de binnenzak, werk hem helemaal af. En dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met een geboorte van een kind. Al mijn tassen zijn unieke creaties. Dat vind ik ook het boeiende aan het feit dat ik tassen van jassen maak. En ook het boeiende naar de mensen toe. Die gaan nooit iemand anders zien met dezelfde tas. Dus als ze iets kopen, is het echt een uniek stuk.